En ik wil eigenlijk beginnen met iets heel deprimerends. Namelijk, ik ga dood. En wat nog veel erger is, jullie gaan ook allemaal dood. Gelukkig, hopelijk, niet vandaag, want dan zou het geen festival meer zijn, maar dan zou het een heel akelig geheel worden. Maar ooit gaan we allemaal dood. En we weten alleen niet wanneer. En als we dat wel zouden weten, dan zouden we in het nu misschien wel heel andere keuzes maken dan we nu maken. En ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van de film The Bucket List, waarnaar mijn praatje ook genoemd is. Het is een film met Morgan Freeman en Jack Nicholson, twee oude mannen liggen in het ziekenhuis. En die krijgen te horen dat ze nog maar een paar maanden te leven hebben. En de vraag is, hoe ga je om met zo'n boodschap? Zij weten dat hun tijd eindig is. En wat zij doen is, zij maken een bucketlist. En de term bucket die refereert aan heel lang geleden, de tijd dat de mensen nog werden opgehangen in Amerika. Dan stond zo iemand met strop om zijn nek op een emmer. En dat gaat over kick the bucket. Dat is het moment eigenlijk dat die emmer wordt weggeschopt en iemand dus overlijdt. Dus het is een heel lugubere term eigenlijk. Maar in de film gaat het heel erg, het is een begrip in Amerika en hopelijk wordt dat hier ook, want dat is mijn missie voor vandaag misschien, om een bucketlist te maken, een lijst met dingen die je nog wilt doen before you kick the bucket, voordat je doodgaat. En in de film, het is een beetje een sentimentele film, moet je maar eens een keertje huren of op televisie zien, gaan deze twee mannen, die schrijven allerlei dingen op om de beurs, bedenken allerlei dingen, en omdat een van hen schat helemaal rijk is, gaan ze dat ook nog binnen een half jaar allemaal uitvoeren. Heel fijn. Ik ging daarheen met mijn vriend. Elke donderdag hadden wij oppas en we gingen dan een vroege voorstelling naar de film. En na afloop nog even wat drinken. En we zaten tegenover elkaar in het café. Bierveeltje tussen ons in. En we dachten, ja, wij gaan ook een bucketlist maken. Dus wij zijn daar ter plekke om en om dingen gaan opschrijven die wij nog wilden doen before we kick the bucket. En toen hadden we nog wel de gedachte dat best heel lang zou kunnen duren. En wij gingen, daar stond van alles op. Van alles. Van met een cabrio door Toscane toeren, een boek schrijven, nog bijzondere herinneringen creëren met onze ouders die toen nog leefden. Er stond op dat we terug naar Afrika wilden, waar mijn man een tijdje gewerkt heeft. We wilden reizen met onze kinderen, wilden beesten zien. We wilden iets betekenen voor een onbekend kind. We wilden een double date met George Clooney en Penelope Cruz. We wilden heel veel skiën. Dat stond bij mij heel hoog op het lijstje. Nou, zo stond er van alles. Allerlei dingen er stonden ertussen. En terwijl we daar zaten, groeide er een enorm gevoel van urgentie. Van, ja, dat schrijven we nu wel op, maar we gaan toch niet zitten wachten tot we bijna dood zijn. We gaan het gewoon doen. Dus wij zijn, 3 dagen later stonden we allebei bij onze baas voor de deur. En we zeiden voor het bureau, en we zeiden, wij willen lang verlof. Wij willen dingen gaan doen en daar hebben we tijd voor nodig. En een jaar later landen wij op het vliegveld van Windhoek in Namibië. Wij haalden onze jeep op, die 2 maanden lang ons huis ongeveer zou worden. Kleine kinderen achterin. We reden Windhoek uit, de woestijn in. En we zaten echt naast elkaar en we keken elkaar aan en zeiden, we zijn het gewoon aan het doen. We zijn het gewoon aan het doen. Dingen die wij droomden, die we toen bedacht hadden, dit kreeg in ons hoofd, combineerde dat allemaal met elkaar. We zijn gaan reizen, we zijn in Afrika op pad geweest. We hebben daar gewerkt in een kinderthuis met onze kinderen. We zijn begonnen met een boek. We hebben heel veel dingen van die bucketlist inmiddels al gedaan. Het is pas 5 jaar geleden. En nog niet alles trouwens, die double date is er nog niet helemaal van gekomen. En ook die cabrio door Toscane, nou dat gaat vast nog wel een keer lukken. Maar toen ik merkte hoeveel impact het op mijn leven en dat van mensen om mij heen had om zo'n bucketlist te maken, ben ik me meer gaan verdiepen in hoe werkt zoiets en waarom ontstaat zo'n urgentie. En ik kwam een onderzoek tegen van een Australische verpleegster, Bronnie Ware, die in een hospice werkte. En die heeft heel veel ouderen die daar in het hospice lagen en van wie die wisten dat het de laatste tijd in hun leven was, geïnterviewd met wat zijn nou de dingen waar je spijt van hebt in je leven. En wat haar opviel was dat er een aantal dingen steeds terugkwamen. En het ergste wat mensen echt het meeste spijt van hebben in hun leven, is dat ze te weinig hun eigen leven hebben geleid.
Dat ze veel te veel bezig zijn geweest met verwachtingen van anderen, dingen die moeten omdat de hypotheek nou eenmaal betaald moet worden, en heel weinig hun eigen dromen nagejaagd hebben. Nou, dat is nummer 1 om spijt van te hebben. Goed om je even te realiseren. Het tweede is, en daar hadden vooral mannen last van, dat mensen het gevoel hebben dat ze veel te hard gewerkt hebben in hun leven en veel te weinig tijd hebben doorgebracht met hun gezin. Kinderen op zien groeien, echt met hun dierbaren rond tijd doorgebracht. Het derde was, en dat vond ik een heel bijzondere, is dat men zei, ik heb in mijn leven te weinig mijn ware emoties laten zien. Ik heb te weinig tegen mensen gezegd dat ik van ze hield, maar ik ben ook te weinig boos geworden. Of ik heb te weinig mijn onzekerheden, mijn kwetsbaarheid laten zien. Het vierde wat in de top 5 stond, dat was dat men heel erg spijt had dat men heel veel vrienden uit het oog was verloren. Dat men te weinig tijd heeft besteed met vrienden. En op het laatst van hun leven proberen heel veel mensen nog contact te zoeken met vrienden uit hun jeugd bijvoorbeeld. En dat lukt dan niet meer. En dat is echt een bron van verdriet. En het gaat te makkelijk, verlies je mensen uit het oog die heel belangrijk voor je zijn. En het laatste was nummer 5, was dat men zei, ik heb spijt van dat ik niet meer gelukkig ben geweest. En als je bijna dood gaat, besef je dat geluk soms ook een soort keuze is. Zodat je ervoor kan kiezen om gewoon van momenten te genieten, om mooie dingen op te zoeken, om lol te hebben. En dat is iets wat ik in mijn leven heel erg herken, dat ik zeg van, oh, ik wil gewoon meer genieten, meer voelen dat ik leef. En ik herken dat ook heel erg altijd in het verhaal wat Jim Deers misschien zo dadelijk gaat vertellen aan jullie. Een van de uitspraken, Jim, I hope I will translate it later, dinner or something, dat hij altijd zegt, why have a meeting when you can have a party? Wij spenden zoveel tijd in akelige kantoortjes waarin we vergaderen of we hebben inspraakavonden. Nou, alleen als de klank ervan, dan krijg je er al geen zin in. Terwijl we wel allemaal zin hebben in gewoon een barbecue of een feestje of een leuke bijeenkomst, een sportfestival. Dus er zijn heel veel manieren om gewoon te zorgen dat het leven wat meer een feest is. Toen ik zelf keek naar onze eigen lijst, realiseerde ik me ook dat deze 5 dingen ook wel in onze lijst terugkwamen. Dat het heel veel dingen waren die we heel graag wilden delen met anderen. Dus mensen die belangrijk waren in ons leven. Vrienden, onze ouders, onze kinderen, onze partner. En dat het heel erg ging om dingen waar we van wilden genieten. Die echt te maken hebben met je zintuigen, met het gevoel van geluk. En één ding wat wij steeds teruggevoeld komen in onze lijst, en we hebben er inmiddels meerdere gemaakt, en ook mensen om mij heen maken intussen, het is heel besmettelijk, dat zullen jullie merken, is dat wat ook heel belangrijk is dat je het verschil wil maken. Dat je een soort impact achter wil laten. Je wil zorgen dat je er niet voor niks bent geweest. En Stephen Covey, die jullie misschien ook wel kennen van 7 Habits, Highly Effective People, die vat dat heel mooi samen in 4 termen. Live, love, laugh and leave a legacy. Live gaat heel erg over die eigen keuze, je eigen koers kiezen en dat leven. Love gaat heel erg om dat te delen met de mensen die je dierbaar zijn. Laugh gaat over de fun, het genieten in het leven. En leave a legacy gaat over de impact die je achterlaat. Wat je achterlaat en de betekenis die je hebt voor de mensen om je heen of op de wereld om je heen. En dat brengt mij bij Utrecht. Want inmiddels heb ik meerdere, ik vink ze zo snel af dat ik alweer aan mijn 4e bucketlist toe ben ongewoon. En ik maak ze ook steeds meer voor mijn werk. Met 7 Zebra's doen we dat ook wel, dat we met elkaar delen wat wij eigenlijk nog willen meemaken en willen doen en wat voor projecten we willen doen. En heel hoog aan mijn lijst staat nu dat ik meer wil betekenen voor mijn eigen stad, voor Utrecht. En tegelijkertijd, terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, wie ben ik? Het voelt een beetje arrogant en kwetsbaar om te zeggen, ja, kan ik het verschil maken in Utrecht? Een andere ding die erop staat is dat ik heel graag ooit een TEDx-praatje wil houden. En ik sta hier nu en ik vind het er al best wel op lijken, dus ik kan vandaag misschien al 2 dingen afstrepen. Dus zo gaat het. Er is een soort magie, die bucketlist. Wat het namelijk doet, het geeft enorme focus in wat je wil, wat je ambities zijn, waar je echt van droomt. En daar zit ook meteen automatisch die betrokkenheid in, die wij zo zoeken. Alle maatschappelijke initiatieven, dat gaat over betrokkenheid, over dingen die jij wil veranderen, die jij wil realiseren in jouw omgeving. Het heeft ook een enorme, het feit dat je, ik vind dus dat je bucketlist moet je delen.
het heeft eigenlijk alleen maar zin als je het ook met anderen het over hebt. En dat kan 's avonds zijn op de bank met een glaasje wijn met je geliefde. Maar ook met je team, met je werk, met je wijk. En dat heeft een enorme kwetsbaarheid, vind ik. Want ik vind het, ik sta hier soms, ik sta hier best wel te trillen van, goh, ik sta hier in Utrecht en ik hou hier mijn verhaal. En misschien vinden ze dat allemaal wel heel arrogant dat ik dat doe. Er zit een kwetsbaarheid in het delen van je dromen. Maar je ontdekt ook, en dat merk ik met mensen om me heen, maar ik had laatst sprak ook iemand die er eentje gemaakt had en die zei, ik ben al 33 jaar met mijn vrouw en wij hebben samen een bucketlist gemaakt en we kwamen allemaal dingen tegen die we nog niet van elkaar wisten. Dus het zit ook in dat het verrassend kan zijn in wat je blijkt te willen. En dat je dat moet uiten naar elkaar. En als je in het deelt wat er gebeurt, het lijkt alsof niet alleen degene tegen wie het zegt het hoort, maar het hele universum hoort het. En op de een of andere manier zit het hele universum samen te spannen om te zorgen dat er dat voor jou zichtbaar worden al die kansen en mogelijkheden om die dromen ook waar te maken. En daar zit ook die urgentie in die ik heel erg gevoeld heb om het ook gewoon te gaan doen. Dus het leidt ook veel sneller tot actie. En je kunt me er ook op aanspreken van, ik heb nu gezegd dat TEDx praatje, nou ik sta hier nu. Volgende aanstaande zaterdag sta ik voor 800 mensen bij de Landelijke Bewonersdag in Eindhoven. Nou, dat wordt steeds enger en komt steeds dichterbij mijn droom. Maar het is ook, daarmee leg ik ook verantwoording af van mijn droom en die ik met jullie deel. En het is ook nog eens, en dat zal ook heel veel mensen aanspreken in deze tijden van bezuiniging, het is super efficiënt. Want in plaats van dat je hele plannen van aanpak en notities gaat schrijven over wat je allemaal wil bereiken, als jullie vanavond of straks bij het eten of bij de borrel je bucketlist invullen, dat gaat op een bierveeltje, ik weet niet of jullie hem al gezien hebben, hij ligt onder je stoel. Oh ja, ik zag het, ja. Dat duurt, half uur, vanavond heb je het nog eens over, ben je misschien een uur mee bezig. En dit kan al jouw wereld en jouw leven veranderen en daarmee ook Utrecht veranderen. Want wat opviel net is dat jullie allemaal hier wonen of werken. Dit is ook echt het Jij Maakt Utrecht Festival. En dat is ook zo. Want ieder van jullie maakt Utrecht. Ik maak Utrecht. De acties die ik doe in mijn stad, in mijn omgeving, maken verschil. En als je kijkt naar de groep die hier zit en de potentie die jullie hebben, dan kunnen wij met één uurtje werk, allemaal individueel, en het daar nog eens met elkaar over hebben. Besef wat een enorme impact dat op de stad kan hebben. Dus ik daag jullie uit om je bierveeltje vandaag vooral te pakken, in te vullen. De hoef die staat voor mij heel erg voor de impact, de indruk die je achter wil laten, de legacy die jij wil achterlaten. En doe het, schrijf op wat jij wil, deel het met mensen die belangrijk voor je zijn, of dat nou privé is of zakelijk, en ga het vooral doen. Want morgen kan je dood zijn. Wauw.